Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Het is ondertussen al even geleden dat er een nieuwe video online is gekomen. Ik wacht ook altijd met een nieuwe video tot er een toffe reden is om iets op te nemen, zodat ik jullie iets kan laten zien waar jullie iets aan hebben. En op dit moment heb ik echt iets wat ik jullie keigraag wil laten zien. Ik heb recent namelijk een super toffe game ontdekt. Echt iets voor mensen die bezig zijn met fashion. Ik ben er heel veel mee bezig en ik vond het echt een super toffe app om aan jullie eens te laten zien. Ik vind het trouwens ook wel heel leuk dat er nu op dit moment heel veel toffe apps zijn met heel veel toffe games. Want ja, ik breng heel veel tijd op mijn gsm door. En ja, het is wel leuk om dan iets te kunnen doen dat je graag doet. Dus de game die ik jullie wil laten zien noemt Lady Popular. En het is echt wel een super toffe game. En het is eigenlijk een soort van ja, spelletje. Het doet mij een beetje denken aan The Sims of zo. Waarin dat je je personage kleren kunt aandoen. Je kunt naar clubs gaan. Allee, je kunt eigenlijk zo'n beetje van alles. Het leukste natuurlijk vind ik dat je je personage kleren kunt aandoen en verschillende outfits kunt kiezen. En het is echt iets voor fashionistas. Het is echt een spel voor meisjes. Zoals jullie kunnen zien begint de game met het kiezen van een personage. En dat is altijd super tof om te doen. Dat is bij heel veel van die games zo. En natuurlijk een username die je moet kiezen. Ik kies als naam Yana Mini. Sowieso. Pak altijd Yana Mini als naam. En dan kun je hier allemaal verschillende opties kiezen over hoe je je personage er wilt laten uitzien. Dus bijvoorbeeld de ogen. Kun je zeggen welke kleur ogen en welke vorm dat je wilt van ogen. Ik zelf heb groene ogen, dus ik pak groen. Nu heeft mijn personage groene ogen, maar nog altijd niet de kleur haar van mij. Dus dan ga ik eerst... Ik ga eerst de lippen. Deze soort lippen zijn ook niet super donkerroze. Je kunt ze natuurlijk wel donkerroze maken. Dan, dit is de huidskleur. Ja, ik zou toch wel een beetje bruin willen zijn. Dus nu is mijn personage een beetje bruin. En ik, ja, goh, welk haar heb ik het meeste? Ik heb eigenlijk, ja, gewoon sluikhaar. Dus ik zou deze optie kiezen. En uiteraard heb ik blond haar. Nee, dat is... Ik denk dat de maal het meest logische is, aangezien dat die al helemaal pink is. Oké, super leuk. Blijkbaar kan ik ze wel kopen, want ik heb $7000, dus dat komt mij al goed uit. En ga ik ook nog iets anders kopen? Wat kan ik hier nog kiezen? De schoenen zien er ook wel zalig uit. Ik vind het trouwens super cool dat ik nu online, zonder dat ik het echt moet betalen, keiveel kleren kan kopen. En dat ik mijn popje kan opkleden hoe ik het zelf wil. Hey, wat ik trouwens ook super cool vind aan deze game is dat er een chatfunctie is, een mailbox en... Friends en opponents, dus ik denk dat je ja, kunt chatten, mailtjes kunt sturen met andere spelers. Oké, intussen zit ik al aan level, wacht hoor, moet ik even kijken, level 7. En op level 7 wordt de club unlocked. En de club is echt iets super tof, want in de club kun je eigenlijk je vrienden uitnodigen om eigenlijk te joinen. En ik ga het jullie even laten zien. Dus ik heb echt al super veel verschillende gebouwen unlocked. En wacht hoor, waar is de club? Hier is de Lady Club. En die Lady Club heb ik Yana Mini genoemd. Dus dit is binnen in de club. Mijn club noemt Yana Mini. En als je hier dus in bent, kun je andere spelers ontmoeten en chatten met andere spelers. Dus als jullie mij allemaal komen joinen in de club, dan kunnen we allemaal chatten met elkaar. Dus jullie zijn allemaal welkom om mij te joinen in die club van de game. Dit was hem dan, Lady Popular. Echt een heel tof spelletje om te spelen. Ik speel heel graag zo van die games waarin dat je nieuwe dingen kunt unlocken en verschillende dingen kunt bijkrijgen en dat altijd zo evolueert terwijl je aan het spelen bent. En dit is echt wel het spel
voor de ladies die echt met fashion, make-up en beauty bezig zijn. Als jullie dit een leuke video vonden, geef hem dan zeker een thumbs up. Vind ik altijd super leuk. Vergeet ook niet te abonneren op ons kanaal, als jullie natuurlijk nog niet geabonneerd zijn. En als jullie meer informatie willen over deze game, of de app, die is trouwens volledig gratis, graag willen downloaden, dan kunnen jullie dat bekijken onder de video. Ik zal de app linken. Hij is zowel beschikbaar op Apple als op Android. Het is echt een super verslavende game, maar wel op een toffe manier natuurlijk. En dan zie ik jullie graag terug in een volgende video. Bye!